Pablo. Het beeld is nog zo vaag als toen net. Nee, dat. Wacht even. Toen net was hij nog scherp. Nou niet. Lampje. Brandt hij? Ja. Ja, nou ben je ook in beeld. Hij is nou goed. Wacht even, blijf. Ja. Hij is nu scherp. Ja? Ja. Ja. Hij is nog goed. Ja, duw, waar heb je die camera gedaan? Dat dacht ik. Oh! 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 Hebben Pablo en ik gejat? Oh, ja. Op een fabriekstrein. Ik ben Jutmiel en ik wil naar die filmacademie, oké? Daarom maak ik deze toelatingsfilm voor jullie, de commissie. Ik wil dat wij onszelf laten zien zoals wij zijn. Ons leven, de hardcore dingen, de graffiti, als we met een meisje naar bed gaan, dat soort dingen. Oké? Dat doen we. Echt, jij gaat een film maken. Als iedereen het best vindt, ik voel geen probleem. Nou jongen, jij moet je bek dicht houden. Serieus jongen. Niemand, maar dan ook niemand heeft jou wat gevraagd. Hey, Jago. Nou, je doet maar wat je niet laat het dan, jongen. Hey, mag ik even proeven? Natuurlijk niet, hé. Hey. Camera even kon lenen. Pablo. Ja? Gaan we? Ja, is goed. Langzaam. Een stuk ook. Hé, hey, jongens, laat eens zien. Wat hebben we van Sinterklaas gekregen? Geluid? Oh, 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 oh. Waar komt dat geluid van? Nee, nee. Je zit op de jongen. Wow, dat wordt bomben, jongen. Ja, dat was echt. Hé, jij bent erbij om alles te kennen. Hey, het was echt te vreed, jongen. Echt. Ik was gewoon aan het inladen en Bees hield die gozer aan het praten. Dus het was gewoon te masterlijk. Nee, wat zei je aan het eind? Nee, bedankt voor de medewerking. Hey, maar wacht. Hey, Soko, laat zien wat je hebt. Let op. Hey, kijk, ik ben pinpas kwijt, hè. Mm-hmm. Maar nu heb ik een nieuwe manier om geld op te halen. Fuck. Anders overleed je niet, hè, tegenwoordig. Ah, spoes. Maar waar haal je dat ding nou vandaan, hé? Uit je broek, hé? Wat vatsig, hé? Dus je hey, ik heb nog vlees nog. Hey. Zo kom, waar is dat ding vandaan? Van mijn broer, gejat. Denk je van je eigen broer? Ja, hij had van zijn eigen broer. En wat heb jij dan gejat? Niks.
jij niet watervrees? Ik vind het wel echt geil, hè? Zo'n hockeymeisje en zo'n natte spijkerbroek. Want woonde je hebt nieuw. Wat? Had je daar ook allemaal leuzes op de muur of zo? Ja, van weg met communisme. Yes, communisme. Lijkt het zelf. Kijk, het zijn gewoon sukkels, hun. Kijk, ze zijn zo druk bezig met hun ego een tekje zetten. Kijk, ik kan het zelf veel beter dan hun, hoor. Maar kijk, hun letten niet op het vuur. Dan hebben ze helemaal geen licht om mee te spuiten. Ik bedoel, kijk, het gaat gewoon bijna uit. Wij zijn druk bezig. Ik bedoel, als ik mee had geholpen, zou het mooi zijn geweest. En dan willen gewoon ego dit, ego dat. Hey, fuck you. Pablo. Je hangt de hele dag aan en dan kom je hier ook, man. Ik ben er echt vol van spanning. Noah, hey, rot op. Dit is even een nieuwe situatie, hé. Kijk, het vuur valt om. Noah en Pablo, die hebben echt ontzettende ruzie. En alles is nieuw geworden, volgens mij. Het moet allemaal andersom worden. Wat wil je nou zeggen, dan? Wat wil je dat ik het niet zo over de daken ga schreeuwen? Ja, schreeuw maar wat je wil zeggen, man. Ja. Ga ik weer even lekker door bomben, Noah. Hé, hey, jongens, wat van maken wij ons, hè? Doei, Noah! Pas op voor die bus hier. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe tijden. Ik denk dat ik echt Noah ga. Wat is dit? Waar is de boer dan? Pablo! Hé! En Pablo, luister! Laat me naar binnen! Filmpje doen. Tot nu toe? Ja. Ik vind het wel best, met die graffiti erbij is het wel beter geworden. Ja, maar ik vind het een beetje slap. Hoezo, wat mist er? Gewoon tranen, weet je, emotie. Het is allemaal games dat je spelen. Spuitbussen, iedereen zit toch wel eens op pies. Jankt worden. Je moet gewoon iemand gaan janken. Als ik het nou eens afmaak met Noah. Ik ga wel lachen. Body check him out. Come on and scratch it. Alleen, ik kom hier om wat te zeggen. Ik vind het allemaal een beetje suf. Maak het uit.
met die camera. Flikker op. Yo, Pablo. Terrorist. What's up, junk? Hé, hey, je hebt toch niet tegen mij, hoop ik, hè? Hé, hey, komt Noah nog? Noah? Die heeft een beetje gefokt met de ouders. Mm. Oh, fucked up, jongen. Flip het dus echt hard op, hè? Dat gefokt met die ouders. Hé, hey, Jago. Ja? Hoe kom je aan zo'n dikke bult wiet? Hallo. Gekkie Winkie, heb jij een oogstje gehad? Ben je gekregen van een vriend. Oh jezus. Jezus. Ja, hey. Heb je die dan, hé? Van mijn back off. Oh man. Oh man. Shit. Wat een gek van die wind, joh. Hey, wat afblijven, ja? Bes, je bent een beetje zat. Hey, proost. Fuck, wat is dit? Biertje, jointje erbij. Welkom op mijn dak, homie. Welkom op mijn dak. Ja, ik kan wel zien dat je nooit gedaan hebt, want echt bomben, dat is gewoon het meest masterlijke wat er is, weet je wel. Adrenaline zie je door je adem. Echt? Het enige moment loop je gewoon met je gang over straat, voor de moment zit op, weet je wel. En jij denkt dat je alleen maar een stijve kwik kan krijgen. What the fuck, wat is dat? Een spuitbus is ook genoeg, weet je. Van je pakt je bus voor zijn dat geluid, dat is een mooi. Klik, 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 klik. En what the fuck, wat kunnen ze je maken? Ze kunnen je geen fuck maken, jongen. Dat is dat iemand op je af kan bomben, jongen. Je bent met een possie en niemand die je wat kan doen. Hey, yo. Niemand. Oh, alle witte naar een feestje. Ik ga vanaf naar een feestje. Feestje? Ja, dat meisje wat me aan het water heeft gehad, heeft me uitgenodigd. Voor mij moet ik hier ergens zijn. Hey, echt draag je een beetje, weet je? Ja, hey, kom op. Hey, is het een rijtjeshuis? Broodje, fucking broodje. Hey, is dat goud, hé? Goeie, goeie, goeie. Veel van wandelen langs het strand. Vooral als het een mooie zonsondergang is. Ik was vorig jaar met mijn ouders in een camping in Zuid-Frankrijk. Ja, als je dan omhoog keek, echt een teken van sterren. Voel je
gewoon een heel kleine nietige als neus. Met een nietje. Als ik daar eens over nadenk, dan denk ik toch wel van, liefde is hier en nu het belangrijkste. Wacht even, ja, we tellen het tot 1, 2, 3. Zak al, nog wat gevangen. Nee. Sadje, en jij? Zak al. Ja. We deden wie het eerst een fles wijn op kon zuipen. We hadden allebei tegelijk op. En nu moesten we met ons hoofd visjes op. Wat of na zijn jullie een beetje ver heen? Nee. Hij heeft al 2 visjes. Ik ga verder. Ik ook. Moet... Alles mag. Ja, alles mag te horen. Heb je misschien wat uffertjes voor me? Iets waar ik hou van, man. Ja, tuurlijk. Ik heb er wel uffertjes bij. Kom maar. Ik zal ze even laten zien. Wat is het? Het is zelf gemaakt. Zit MDMA in. Heb ik van internet gehaald en tripmail. Je had gewoon zo'n mailtje. Je bestelt het van internet en een gast heeft het ingedikt en maakt er pilletjes van. Maar je gaat er zo wel van trippen. Maar je wordt er ook heel actief van. Dus het is ook een soort dubbel op. Nou, ik wil eigenlijk niet trippen, maar. Waarom niet? Nou, ik zou zin in vandaag. Gewoon eentje. Ja, ik neem anders van een halfje of zo. Wat je daar nou even. Nee, eentje en je gaat gewoon een vreet uit je dak. Ja? Gewoon een eentje. Ja, is goed. Geen 2. Ja, doen we er 3 maar. Ik heb ook nog wat doorverkopen, zo heb ik van de week nog wat. Ja, als je ze gaat doorverkopen. Ja, ik heb wel vertrouwen in dat het wel goed, goede shit is. Maar je moet nee, je nee, 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 nee. Dan moet je ze wel Pablo'tjes noemen ook, hè? Ja, noem ik ze Pablo'tjes. Dat vind ik cool. Hé, hey, moet je nog een Pablo'tje van mee? Ja. Ga ik even de games eruit aan. Weet je wie er vandaag ook ecstasy is komen halen? Wat? Blauw. Niet eentje, maar hij heeft meteen 4 pilletjes gekocht. Wat? Ja. Hoe moet die gozer mee? Ik weet het niet, maar... Oh, die wordt wel hype. Die wordt er lauw van. Wow. Ja, zeker vaak. Oh, die wil ik wel zien trippen, jongen. Die wil ik echt wel zien trippen. Hey, ik ga even naar mijn nieuwe aanwinsten. Die hockey bitch. Eh? Terrorist. Net uit mijn Noah. Net uit mijn Noah. Ik ben gewoon een leven genieten, joh. Hey, Ziek zo. Ja. Oh, man.
Lauwtje, liep je daar toch eens even Lauwtje. Lauwtje, jongen, die Pablo is zo mooi vandoor, jongen, met die meisje. Schat. Weet je wat je de volgende keer moet doen, hè? Als je meisje wil krijgen, moet je gewoon vragen of je er wil beffen. Beffen, jongen. Ja. Beffen, dat werkt echt goed. Daar gaan ze echt helemaal beffen voor. Beffen is echt lekker, jongen. Nee, beffen is niet lekker. Ja, holy, echt niet, jongen. Echt niet. Ik heb het één keer gedaan, ja? Ja. En het was echt gewoon vies, gewoon. Nee, het was zalm, echt waar. Rot op, jongen. Ja, het was alsof ik de visboer stond te bekken gewoon, met de visboer zelf. Jongen, je maakt me gek, haring met uitjes, echt niet, vatzucht. Hé, hey, bef is net als honing, jongen. Geen goedkope kandarel of stroop of zo. Jongen. Honing, jongen. Mm. Ik zweer het je. Hey. En weet je wat belangrijk is, Elan? Let op, hè, we gaan je dingen leren. Ja. Weet, belangrijk is dus dat je je nagels schoon hebt. Ja. Je moet je nagels schoon hebben. Ja, bij bef. Nee, bij beffen moet je je nagels schoon hebben. Weet je wat sowieso belangrijk is? Kijk, geen rouwrandjes en geen lange nagels. Nee. Heel belangrijk, echt waar. Wat was het nou? Seks maakt... Nee, seks... Openheid maakt seks een stuk gemakkelijker. Ja, dus toen ik het deed, hè. Ja. Toen spreidde ik haar benen, ja. Openheid. Ja. En weet je wat geluid vandaan... Tenminste, het woord vandaan komt, beffen. Ja, weet je dat? Dat komt van het geluid. Kijk. Spreid... Beff! 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 Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Het is echt het geluid. Ja. Oh, nee. De vorm van de clitoris. Die vorm, weet jij. Je hebt driehoekige, vierkante en ronde, weet je. De ronde zijn makkelijk. Ja, want dan kan je de vierkante, daar kan je nog een rondje aan zuigen. Die driehoekige, man, die zijn echt link. Die zijn echt link, hoor. Die zijn echt moeilijk. Daar moet je echt mee oppassen. Ja. Echt. Maar wat heb je geleerd? Even alles herhalen. De vorm van de clitoris is belangrijk. Ja. Openheid maakt seks een stuk makkelijker. Jawel. Ja. Geen rouwrandjes. Nee, geen rouwrandjes. En het geluid van Beffen komt van een pat. Nee, jongen. Als je pat hoort is het verkeerd, ja, weet je. Dan heeft ze pijn. Ja. Maar het moet gewoon Beff, Beff, Beff zijn. Beff. Ja. Beff, ga door. Hey, je links ook, hè. Train. Beff. 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 Want je bent een bos, help, loop door het bos en ik zeg je hop, hos. Op de paddenstoel in het bos, ik zie niks meer, want ik weet niet meer wat ik zeg, want alles gaat weg, realiteitswits weg, nee, ik weet niet waar ik heen ga, waar zijn de kleuren, gaan om me heen en ik zie niks meer. Oh, een grote mooie steen met een been, ik denk, oh, dat is mijn been, maar ik schiet er al doorheen, oh, wat een pijn in mijn been, in mijn scheen, ik weet niet waar ik ga, oh, ik vlieg helemaal heen, dan gaat mijn geest erboven in de wolken, ik zeg niet meer, want ik heb er allemaal door, in mijn hart. Soldier. Noah, hey. Wat? Wacht,
wacht even, oké? Weten jullie waar Pablo is? Pablo. Die ligt boven met die hockeybitch te posen. Dat meen je. Wat moet ik nou tegen Noah zeggen, hé? Geef maar hier. Nee, geef maar hier. Ja, geef hem. Hey, hij is er. Geef maar Noah. Hij is er. Ja. Wat? Wat? Nee, kom. Hé, hey, rustig, oké? Rustig. Wat is er? Waar? Zwanger, hè? Ze is zwanger, hé? Nee, Pablo is niet bereikbaar. Sorry. Nee. Zwanger, hé. Oh, man. Maar waarom komt ze nou bij mij aan met die verhalen, weet je? Ik wil het niet eens weten. Stomme vis. Gatsige meisje in haar klei. Dat materiaal, Hoezo, wat is er nou dan? Nou, of dit interessant is. Jago, wat is er aan de hand, man? Ik heb je lang niet zo opgefokt meegemaakt. Jago. Hey. Jij observeert alleen maar, je ziet niks meer. Je ziet niet meer wat er gebeurt, je broer. Jago. Straatje afgesneden. Je bent gek. Waarom wil je dit zo nodig filmen? We zouden alles laten zien, Jago. Welcome to the heart of Babylon. Yo, je hebt me opgestopt. Wat is het? Eén woord. Waar? Actiefilm. Hoezo? Kom, we zijn weg. Laat de joint geroken.
is toch zo? Je kan het leven, echte leven, dat lukt je niet om dat vast te doen. Gewoon omdat er een camera bij is en iedereen weet het. Je kan wel doen alsof je, kan wel net doen alsof je hier niet is, maar hij is er. Zie nou hoe Soko zich opvalt. Soldier ook toe. Lau werd altijd al verboden. Nu is het toch wel weer een stukje erger. Oh shit jongen, ik kan er ook echt niet bij dat Pablo het eruit heeft gemaakt voor die film. Shit. Dat vind ik gewoon niet leuk, weet je wel, hoe zij wordt behandeld. Iedereen laat er ook gewoon vallen. Iedereen laat er vallen. Dat is echt zo. Dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Vind je dat wel kunnen? Ik bedoel, Noah is fucking zwanger. Wat? Noah is zwanger. Wat? Dat heb ik dus ook net gehoord. Van wie? Noah belde net. Is zwanger. Van Pablo. Ja, kijk, ze belde net op het feest. Je was erbij, je filmde het. Ik snap het echt niet hoor. En iedereen liet er gewoon vallen. Iedereen kwam voor, dekte Pablo. Ja, maar wat nut? Ik vind dat we naar Noah moeten eigenlijk. Ik bedoel, ik ken Noah al zo lang. Iago. Ik neem verantwoordelijkheid voor de dingen die ik doe, oké? Laten we dan nu naar Noah gaan, oké? Hey, Iago. Hoi. Ik heb Milo... Wil je die camera erbij hebben? Je hebt Milo tot uit... Doe me uit! Ja, doe uit. Doe die camera uit dan. We praten, maar met die camera uit. Mogen we wel even binnenkomen? Zonder camera. Camera uit. Oké, Iago, vertel aan de kijkers wat we gemist hebben. Wat gaan we doen? Oké, dit is het plan. We gaan nu terug naar het feest van die hockeybitch. Dan gaan we kijken wie er allemaal nog leven. En dan krijgen we een zeer soapy drama scène waarin Noah de liefde van haar leven aantreft in de armen van een ander. En hem verklaart zwanger van hem te zijn. Let op de volgende aflevering van GTST. Bloedstollend. Generatie tekening is af. En nu gaan we weer verder niet halen. Jezus. Wat is Soko aan het doen, hé? Het gaat echt niet goed. Moet je kijken wat hij doet, man. Shaman heeft die kut. Shit, ik ben zo kanker straks daar, jongen. Waar is Pablo? Pablo die. Pablo is er niet. Pablo is er wel. Noah, Pablo is er niet. Pablo is er wel. Yo, Soko, heb je kunnen. Waar is Pablo? Zeg me waar hij is, ik weet dat je weet waar hij is. Zeg maar Pablo is. Je doet me tand fijn. Hij is aan het trippen, kom maar. Oh, genoeg hoor. Alleen je dingen. Wie is dat? Wie is dat? Wie denk je? Wow.
was er bijna. De eeuwige onsterfelijkheid. Bijna. Soko. Verliest die klootzak zijn concentratie. Soko.